Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits nummer 5. En dit keer gaan we natuurlijk weer bepalen welke achtbaan het leukst is. Maar ja, we waren gebleven bij de Serpent dat we vorige keer gehad. Nu gaan we naar Eyjafjallajökull. Dus zeker weten na het intro gaan we gelijk van start in deze achtbaan. Oké, people, let's go to work. Op de Official Games! No Limits 2 is natuurlijk een achtbaansimulatie en eigenlijk de meest realistische achtbaansimulatie die er bestaat. En hij is nu even aan het laden en we wachten netjes op de Eyjafjallajökull. En Eyjafjallajökull is zijn achtbaan die zijn gemaakt door mensen zoals jij en ik. En we gaan dus 3 achtbanen spelen in deze aflevering en dan gaan jullie aan het eind bepalen in de comments welke achtbaan het vetst was volgens jullie. Nou, we zitten hier in een hangachtbaan. Ik zit in hangende karretjes natuurlijk. Vrij comfortabel. Ik zit er wel lekker in, dus dat is sowieso een pluspunt. Nou, leuke kleur. Witte stalen pijpen als ondersteuning. Rode kleur achtbaan. Ziet er leuk uit. Trappetje ook wit. Dus we weten al, in ieder geval de kleurtjes weten we al. Hij gaat behoorlijk hoog, denk ik. Nou, gewoon redelijk hoog. Hij zal niet keihard gaan, maar ik denk wel dat hij best wel een fun rit wordt. En ik zie dat er al... Hij gaat nog best wel hoog. Ze hebben uitgegraven. Hier zit een soort kuil in. Oké. Okay. Oh, dat is gaaf. Oh, en een... Zo. Awesome. Oh, dit vind ik gaaf. Oeh, 2 loopings, jongens. 2. Gaan we er 4 halen? Ik denk het niet. 2 loopings. Kurkentrekker en een looping. Ja hoor, 3. Gaan we er 4 halen? Ik zal zo uitleggen waarom ik 4 wil. Yes! 4 loopings! 5 misschien nog? Wauw. Oké dan. 4 loopings, gewoon evenveel als de Python. Ik ben natuurlijk helemaal in de Efteling stemming, omdat we, vorige weekend waren we in de Efteling. En ja, de Python heeft natuurlijk 4 keer gaat hij over de kop, natuurlijk geen 4 loopings, maar dat zeg ik zo. Maar gewoon, deze achtbaan had dus 2 loopings en 2 kurkentrekkers, geloof ik, uit mijn hoofd. Oké, dit vind ik een hele gave coaster. We gaan hem eens even van buitenaf bekijken. Nou, hij ging toch behoorlijk hoog, maar dat komt omdat er een heuvelgebied zat. Nou, we gaan eens even kijken hoe deze achtbaan ging. Zoals je ziet ging die dus nog niet heel hard naar beneden de eerste keer. Maar dat vond ik eigenlijk wel best wel heel gaaf. Kijk, en dan de tweede keer maakte natuurlijk die hele aparte looping. Want dit is natuurlijk een beetje een wat bredere looping, zie je het? Gaaf. Nou, en daar maakte hij natuurlijk die soort kurkentrek hier. Gaaf hoor. Ik vind de layout ook echt ontzettend gaaf. Het is gewoon een hele leuke compacte achtbaan. Met verschillende delen, 3 delen. Ja, ik vind hem vet. Oké, cool. We gaan naar de volgende achtbaan en dat is de Viper. De Viper klinkt zo commercieel, zegt die naam. Dat klinkt als een groene achtbaan. Ja, dat is gewoon, als je het woord Viper zegt, groen. Weet je? Echt kikkergroen, kikkergroen, hè? Zijn niet padgroen, want dat is donkergroen. Echt kikkergroen, kikkergroen. Echt niet de giftige kikker, want die zijn weer geelachtig. Gewoon, ja hoor. Ik zei het, Viper achtbanen zijn altijd groen. Of ik heb hem al een keer gereden. Nou, dat weet ik niet. Nou goed. Ik denk dat de eerste achtbaan heel lastig te overtreffen is. Maar deze kan ook wel gaaf worden. Want ik zie ook alweer dat deze met heuvels is gebouwd. En deze gaat volgens mij ook vrij hoog. Weer een looping. Dat wordt lastig oordelen voor jullie. Oh, die had ik zelf aan de andere kant gedaan. Oh, een tunneltje. Onder de grond.
Wow. Oké. Wauw, dat was ook wel een hele strakke achtbaan. Ik zal even kijken, jongens, als we eruit gaan. Ontzettend hoog. Een hele steile daling met een hele mooie schuine bocht. Gelijk een hele grote looping. Nou, dan krijgen we een soort van... ook een soort van... Dit is ook een soort tweede looping natuurlijk. Halve looping. Nou, dan gaan we verder. Hij heeft nog een soort van kurkentrekker. Ook heel gaaf. Dan gaat hij onder de grond. Dat vond ik ook wel heel erg vet gedaan. En dan komt hij ineens uit de grond en heeft hij weer een halve looping soort van. Oké. Ik vind hem heel vet. We hebben alleen maar vette achtbaan, jongens. Wat moeilijk oordelen. De laatste is de VH Mens Park. Klinkt als een, ja, groot park, pretparkje. Als dat zo is, dan kan dat best wel hoge scores geven. En dan kunnen jullie ook al gaan stemmen, vinden wij de achtbaan leuk of het pretpark. Ik ben benieuwd. Ik weet ook niet wat ik te zien krijg. Ik had een website gevonden en er stonden allerlei downloads op. Van No Limits achtbaan. En ik dacht, hey, ja. Even kijken. Oké, dan gaan we. Oké, het is dus geen pretpark. Oké, grote toeter. Oh, gaaf. Wauw. Oké, dit ziet er ook heel stoer uit. Is geen park. Een achtbaan in het donker. Wat we eigenlijk nog nooit echt hebben gezien bij Rollercoaster. No Limits, sorry. No Limits is natuurlijk ook ontzettend mooi met de lichten gedaan. Zoals ik nu al voor het eerst zie, is het echt ontzettend mooi. Wauw. Die kleine lampjes ook aan de baan. Echt heel vet gedaan. Ik ben ontzettend benieuwd naar deze achtbaan. Hij ziet er al heel tof uit namelijk. Oh, creepy bochten. Hele scherpe bochten. De maan. Lekker vaartje. Damn, wat een vaart. Derde keer over de kop al. We gaan alleen maar over de kop in deze afleveringen. Remmetjes. Tunneltje. Zo, alleen maar tunneltjes. Oké, leuk spinning idee. Heb ik ook nog niet gezien. Gaaf zeg. Ik vind die layout zo vet, joh. Oh, dit vind ik ook heel gaaf. Wauw. Ik denk dat ik qua layout en verzorging en uiterlijk dit wel een van de vetste achtbanen vind. Kijk ook hoe stel die omhoog gaat. En een flinke daling. Er blijft een flinke vaarde zitten. Een aantal loopings. Vooral dit vind ik prachtig. Dit om te zien. Moet je kijken hoe compact het in elkaar zit. Ontzettend vet gedaan dit. Echt compliment aan dit stukje. Het einde is gewoon heel leuk. Met dat extra inrangeerstationnetje. Het ziet er gewoon heel goed uit. Alleen mis ik hier nog een leuke boom of iets. Ook heel vet dat je onder de grond gaat. En met het rookeffect hier. Hier zit namelijk een rook... een rookmachinetje. Er staat er ook op iets. Ik kan het net niet lezen. Wacht even. Ik ga proberen te lezen, jongens. Let op. Het lukt me niet. De controllers gaan. Oh jee. Nozzelen. Nozzelen. Of moet je het andersom lezen? Nozzelen. Ja. Oké. En de rookmachine van Nozzle die doet het. Jongens, laat weten in de comments welke achtbaan jij het vetst vindt. En kijk dan volgende keer weer terug naar een nieuwe No Limits. Dan doen we weer 3 achtbanen. En dan mogen jullie oordelen welke achtbanen het vetst zijn. Dus, dames en heren, tot de volgende video. Doei doei!